Net heb ik een video opgenomen, mijn microfoon stond niet aan, het was gay shit. Het was heel erg jammer. Zoals ik al had gezegd, komen er vandaag 2 video's. Kan je je afvragen, waarom doe je niet zoveel over YouTube? Ik heb YouTube monies nodig, want ik heb 2 weken kunnen uploaden. En het is eigenlijk meer een soort van aankondiging slash info video. Ten eerste, what the fuck is die vlek op je hand? Ik ga jullie nog eens dit coole videofragmentje tonen die ik al 10.000 keer heb getoond. Daar komt ie. Toen dit gebeurde ben ik met mijn handen in het glas gegletst. En er is een stukje glas in mijn hand blijven zitten. Had ik natuurlijk niet door omdat het maar iets heel klein was. Maar enkele dagen hierna kon ik mijn hand niet meer bewegen. Dus ik ben naar de dokter geweest. Die heeft een redelijk groot stukje glas uit mijn hand gehaald. En blijkbaar is mijn bloed geïnfecteerd. Het stuk glas moest eruit en shit en bacteriën en bla bloedinfectie. Nu staat er een bol op mijn hand. Ik heb het al enkele keren proberen open te prikken. Maar het doet fucking veel pijn. Awesome. Morgen ga ik naar de dokter om dit te laten wegbranden. Dan gaat er een heel diep putje in mijn hand zitten. Dus dat gaat ook super sexy zijn. Maar daarvoor heb ik deze video niet gemaakt. Dames en heren, ik heb een tweede channel. Omdat ik eigenlijk een soort magneet ben geworden voor strikes en allemaal illegale shit, zit de kans er dik in dat dit channel binnen de kortste keren verwijderd wordt. En natuurlijk, als mijn channel verwijderd wordt, dan ga ik geen video's meer maken en heb ik geen YouTube money meer. Dat zou heel erg kut zijn. Daarom heb ik een tweede channel genoemd en ik noem 2Sit. Snap je? 1Sit. 1Sit. 2Sit. Ik dacht dat het grappig ging zijn. Het leek grappig. What the fuck? Er heeft net een vogel gekakt op mijn balkon. Why would you do that? Why? Ik zag de drol daarop vallen, hierop. En ik klets naar beneden, daarop. En ik klets daar, what the fuck? Like, what the fuck? Fuck vogels, fuck fucking meeuwen. Echt waar, dit is echt fucking gay shit. Maar dus, wat kunnen jullie verwachten op 2Sit? Jullie kunnen daar alle video's verwachten die ik normaal niet ging maken, maar die ik nu toch maak. Ook kunnen jullie hele speciale series verwachten op dat channel. En dat is waar is stroomgroffel nergens waar niemand is hyped. Safari A-Sit. Waarschijnlijk ga ik maar 1 video uploaden op dat kanaal en daarna is het gedaan, net zoals A-Shit. Maar oké, ik bedoel, hoe meer channels, hoe meer YouTube money. En hoe meer YouTube money, hoe meer money. Yay. Het channel staat in de beschrijving, channel staat in mijn aanbevolen, channel staat in de comments, channel staat op al mijn social media. Ja, go check it out. Op dat channel komen er waarschijnlijk ook behind the scenes. Dit is een soort van backup channel. Stel dit channel wordt gestrikt, het is weg, dan heb ik toch nog 2Sit op het 2Sit waarmee ik jullie kan informeren over de strijk en zo. Mijn plan met dat YouTube channel is dikke YouTube stacks maken en jullie entertainen. Op dat YouTube channel komen er waarschijnlijk ook heel rare dingen die jullie nog nooit hebben gezien op dit channel. Zoals sextapes. Voor de rest gaat het ook gewoon een kut channel zijn die nutteloos is en waar je eigenlijk niet op moet subscriben, maar doe het toch. Dus dat was de info video. Het was kort, het was fleurig, maar er stond de advertentie voor. Dus dat betekent dat ik money geïncasseerd heb. Dames en heren, bedankt om te kijken. Ik ben A-Sit, tot morgen met een nieuwe video. Wauw, ik heb nog nooit zoveel video's op 1 week geüpload, denk ik. De ballen. Haha, haha, hoehoe. Hier nog wat beelden van mijn vorige opname zonder geluid. Hoe.